Je kan de afspraken die de patiënt heeft gemaakt binnen PharmaBooking ook koppelen met je agendasysteem. Bijvoorbeeld hier bij instellingen zie je Google-account en Outlook-account. Dus bij diensten heb je onder de dienst, hier heb je Google-kalender of Outlook-kalender. Je kan dat inschakelen, ja of nee. Stel, hier heb je Google-agenda aangezet, Outlook-agenda uitgezet. En dan kun je hier bij instellingen klikken op Google Agenda, Google Account. Je doet sign in with Google en dan wordt jouw PharmaBooking gekoppeld met je Google Agenda systeem. Of je kunt bij Outlook Account kun je koppelen met je Outlook Agenda. Je klikt hierop en zo koppel jij PharmaBooking met je Outlook Agenda. Dit betekent patiënten doen binnen PharmaBooking bepaalde boekingen. Maken bepaalde afspraken en die afspraken die komen binnen in je Google-agenda of je Outlook-agenda.